carpaccio met truffelmayonaise, mozzarella met tomaat en gemarineerde komkommer. Daarna maken de kinderen ook nog bladerdeeghapjes met bijvoorbeeld ham en prei. En de keukenprinsessen maken van monjou met koek en fruit een chic dessert. Deze kinderen staan in de finale van de Keukenbazen Battle, een kookwedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8. Het is leuk en we vinden koken leuk. En dames, oké? Okay? Ja. Dingen mixen en zo. Deze meiden uit Boekel nemen het op tegen 17 andere teams met kinderen uit andere gemeentes. Kok Mark van Haandel hielp de sterkoks in de dop een handje. Een half uurtje erin zetten en dan zijn ze goed. Boekel, de gemeente waar ik woon, die doet dit jaar ook mee. En de burgemeester heeft gevraagd of ik de kinderen wil gaan jureren en begeleiden in de finale. En ontzettend leuk. Super gaaf. Ze zijn heel erg gesouffleerd. Dat komt omdat er te veel ei in zit. Wat heb je vandaag van hem geleerd? Dat je niet met je vingers mag proeven. Oh, want dat doen jullie allemaal. Ja. De keukenbazen moeten allemaal producten gebruiken uit hun eigen gemeente. Zo leren ze meteen waar hun eten vandaan komt. Hun inzending was enorm creatief. Alles lokaal, bijna ook. Dat waren in ieder geval ook doelstellingen die... Getoond moesten worden als zijnde dat ze gekozen konden worden. Voor kok Mark zijn het in ieder geval al echte keukenbazen. Nu maar hopen dat ze zaterdag bij de grote finale ook in de smaak vallen.